januari schrijven wij alle piloten aan. En die nodigen we eigenlijk uit. En dan zijn ze vrij om te komen, ja of nee. Er zijn nog wel meerdere evenementen, maar deze is wel een van de mooiste hoor. Ja, hier moet je bij zijn, hier moet je bij zijn. Nou ja, het is toch de wind, het weer die de baas is, hè? Die bepaalt of dat het feestje wel of niet doorgaat. Dus iedere bloemvaart is anders, het weer is anders, het gebied waar je invaart is anders. Het is iedere keer weer echt ja, een hele avontuur zoals wij het beschrijven. Nou ja, te veel wind, dat gaat natuurlijk niet, hè? Want we moeten omhoog, maar we moeten ook een keer naar beneden. En als je met te veel wind doet, dan maak je wel een hele grote smak. Het festival is natuurlijk heel weersgevoelig. Met regen en harde wind, dan gaan de ballonnen niet de lucht in. Hij is heel groot, dus dat maakt sowieso wat moeilijker. Om op te stijgen is het een heel groot ding. Je moet helemaal vol zitten met warme lucht voordat je weg kunt. En als je dan naar beneden gaat bij de landing, dan moet je toch wel een stukje weiland hebben waar het hele grote ding in past. In Mil zijn ze begonnen. Toen heeft Mil gezegd, we stoppen, we beginnen een kamelenrace. En toen heeft Pascal besloten om het ballonfestival naar Grave te halen. Ik ben benieuwd. Ik laat het gewoon over me heen komen. Dat is het allerleukste, want die mensen weten niet wat ze verwachten kunnen. En dan gaan ze de lucht in en dan vinden ze een beetje spannend. En dan in de lucht dan ontspannen ze helemaal en denken ze, wauw, is dit het? En zo werkt het natuurlijk, hè? Als het donker is, ja, dat is heel bijzonder. Dan hebben wij de night glow. Dan worden de ballonnen worden verlicht. Gaan ze dus een soort lichtshow geven op de maat van de muziek.